Goeiedag. De opblaaspullen die kunnen dit weekend nog volop gebruikt gaan worden, maar vanaf volgende week wordt het weerbeeld anders. In de 30-daagse kijken we vooruit en zien we of de trend ook wisselvallig blijft. Ja, we hebben een mooi weekend voor de boeg, maar het gaat wel veranderen. Laten we maar eens gaan kijken naar de weerkaarten van het Amerikaanse model. Die laten zien op zaterdag dat we nog met een stroming te maken hebben die warme lucht aanvoert. Maar zoals gezegd, het weerbeeld gaat echt veranderen. Na het weekeinde krijgen we te maken met een westcirculatie. En dat betekent dat storingen vanaf de oceaan dichterbij kunnen gaan komen. We zien het blauw vanuit het westen opdoemen. Dat is neerslag van tijd tot tijd. Dus echt wel een wisselvallig weerbeeld. Dat is komende week zo, maar het ziet ernaar uit dat dat voorlopig ook wel zo gaat blijven en dat die westcirculatie dominant zal zijn. In de pluim kunnen we ook mooi zien dat de warmte er dit weekend nog even in zit. Maandag is dan die overgangsdag en dan na maandag temperaturen zo rond de 20 graden. Dat zijn nog steeds temperaturen die vrij hoog zijn hoor, voor deze tijd van het jaar. Aan het eind van de maand september komen we uit op zo'n 18 graden. En dan begin oktober dan zakt die maximumtemperatuur al vrij snel naar 16 graden als je dat klimatologisch bekijkt. Goed, hoe is die trend dan? Nou, we kijken hier naar een pluimverwachting. Dat hebben we wel eens uitgelegd. Daar hebben we ook een mooie video van gemaakt. In die pluimverwachting wordt er rekening mee gehouden dat er verschillende oplossingen zijn. En als we naar stromingspatronen kijken, dan kan je daar feitelijk ook een pluim van maken. En zijn er ook verschillende oplossingen mogelijk. Dit is eigenlijk zo'n pluim voor een verwacht stromingspatroon. En wat zien we dan? Dan zien we rood helemaal in het begin. Dat is het weekeinde. Dan hebben we te maken met hoge drukinvloed. Maar daarna krijgen we te maken met een zogenaamde NaO+ regime. Dat betekent eigenlijk niets anders dan een westcirculatie. En die lijkt vrij dominant te gaan worden. De kans daarop die is zo'n, nou wat zal het zijn, rond de 70%. Later komt er wel weer wat meer rood in de verwachting. En dan krijg je een afwisseling van blauw en rood. Beide regimes die kunnen zo'n beetje evenveel vol gaan komen. Dat is tenminste de verwachting. En dat betekent dat we na de periode van zo'n 4 oktober er rekening mee moeten houden dat het weerbeeld weer iets gaat stabiliseren. Maar tot die tijd is de kans toch wel heel groot dat we met die westcirculatie te maken blijven houden. En dat komt dan ook terug in de kaarten die ik u kan laten zien. De luchtdrukverdeling bijvoorbeeld van 25 september tot 2 oktober, dat is niet komende week, maar die week daarop. En dan zien we dat we nog steeds veel lage drukgebieden hebben ten noorden van ons en dat de hoge druk zich boven de Middellandse Zee bevindt. En dat is vertaald een westcirculatie. Storingen kunnen we dan vanaf de oceaan onze kant op gaan komen. De week daarna wordt dat verschil wat minder en zien we eigenlijk geen afwijking van betekenis meer in de luchtdruk. En dat betekent dat het meest waarschijnlijke is dat we een luchtdrukafwijking krijgen zoals we die klimatologisch mogen verwachten. En dat is feitelijk nog steeds een westcirculatie. Maar zo af en toe kan er dan best ook wel een mooie dag tussen gaan zitten als er bijvoorbeeld een uitloper van een hoge drukgebied over gaat trekken. De kans op wat wisselvalliger weer lijkt in ieder geval in de loop van oktober iets minder groot te gaan worden. Maar de septembermaand die ziet er toch voor de rest wel erg nat uit. Dit is bijvoorbeeld de neerslagafwijking voor de periode 18 september tot en met 25 september. De komende week heel veel groen. En dat heeft alles te maken met die storingen die vanaf volgende week gaan overtrekken. Die gaan flink wat neerslag brengen. Zo af en toe komen er ook restanten van een orkaan voorbij die nog eens extra actief kan zijn in de vorm van veel neerslag. Daarom een afwijking voor het noorden van het land tussen de 30 en 60 mm. Paraplu's bij de hand in ieder geval daar volgende week. De week daarop zien we eigenlijk nog wel hetzelfde beeld, alleen dat die neerslagafwijking iets noordelijker is opgeschoven. Maar we zitten echt op de grens hoor. Ik hou er rekening mee dat we ook dan toch te maken gaan krijgen met van tijd tot tijd flink wat neerslag. En wat doet de temperatuur dan? Nou, bij een westcirculatie in deze tijd van het jaar mag je er over het algemeen ook van uitgaan dat de temperatuur wat hoger zal zijn dan gebruikelijk. Omdat vanaf de oceaan er relatief warme lucht wordt aangevoerd. En dat zien we dan ook weer terug in de kaarten. Voor komende week, 18 september tot 25 september, echt nog wel een afwijking van zo'n 1 tot 3 graden. Temperatuur ligt ook vaak rond de 20 graden. En dat is iets warmer dan gebruikelijk. Die maximumtemperatuur is normaal gesproken nu zo rond 18, 19 graden. En ook de week daarna zien we nog steeds dat het wat warmer is dan gebruikelijk. Maar houden wel rekening mee dat het weerbeeld wisselvallig is.
Tijdens de maandwissel zitten we ook nog steeds op zo'n afwijking van 1 tot 3 graden. En dat patroon, dat houden we ook vast, hoewel de afwijking iets minder groot gaat worden. In de loop van oktober lijkt het erop dat het nog steeds wel wat warmer is dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Goed, als we dat dan gaan samenvatten, dan denk ik zeker de eerste helft van deze 30 dagen dat het vaker nat zal zijn en dat het af en toe ook echt goed nat kan zijn. De westcirculatie die wordt heel duidelijk dominant de komende periode. Later in de periode, week 3-4, is dat misschien iets minder sterk, maar dan nog denk ik dat we er wel rekening mee moeten houden. En dat betekent dus een westcirculatie in de herfst, dat je wisselvallig herfstweer gaat krijgen. Nog fijne dag.